Welkom in deze video over het NWT. In deze video ga ik jullie leren om vlot een NWT te vinden. Ik begin bij PV en onderwerp aan te duiden. Voilà. Onderwerp is de scheidsrechter. PV is was. Waarom is deze zin een NWG? Omdat het hoofdwerkwoord was van zijn komt. Dat is een swabbel. Dus we schrijven dat er altijd rechts bij. PV, in dit geval PV plus NWD. En het gaat over dat laatste stukje, het NWD. Hoe vinden we dat nu? De theorie die zegt dat het NWD een noodzakelijke aanvulling is bij het onderwerp en dus bij de hele zin. In praktijk betekent dat dat we altijd dat zinsdeel moeten zoeken dat meer uitleg geeft, meer vertelt over het onderwerp. In dit geval over de scheidsrechter. Wat weet ik over die scheidsrechter? Dat hij zeer kalm was. Zeer kalm is dus mijn NWD. Tweede zin: Ryan Gosling blijft mijn favoriete acteur. Ik begin met PV-onderwerp aan te duiden. We schrijven het er ook bij: onderwerp PV. Het is een NWG omdat het hoofdwerkwoord blijft, van blijven komt, dat is een zwobbel. Dus NWG. En een NWG is altijd gelijk aan een PV plus een NWD. Waar zit in deze zin het NWD? Wat weet ik over Ryan Gosling? Welke informatie krijg ik erover? Wel dat het mijn favoriete acteur is. Voilà. Zin 3. Jochen zou later graag piloot worden. We beginnen met de PV en het onderwerp aan te duiden. Voilà. We hebben hier twee werkwoorden, zou en worden. Welke van die twee is nu het hoofdwerkwoord? Wel altijd de laatste van de twee, dus worden in dit geval. Dat is een infinitief. En vandaar dus een NWG, want worden is een zwobbel. PV plus NWD, dat is altijd standaard. En in dit geval hebben we dus nog een extra infinitief die worden. Waar zit nu het NWD? Wel, wat weet ik over Jochen? Dat hij piloot wil worden. Piloot. Oei, dat was niet de bedoeling. Voilà alle Piloot wil worden. Dus piloot is NWD. Nog even samenvattend, terug naar de eerste. Waarom is zeer kalm een NWD? Omdat het meer uitleg geeft over je onderwerp scheidsrechter. Mijn favoriete acteur geeft meer uitleg over Ryan Gosling. En piloot zegt meer over Jochen. Veel succes!